moeten mee evolueren. Hè. Het gaat ook heel plezant worden, ben daar zeker van. Bedankt voor het kijken en heel veel plezier morgen met Andrea. Een dag later, vrijdag om 12:30 om precies te zijn, nam Andrea Kronenbergs haar intrek in haar nieuwe biotoop. Ik ga inderdaad in het nieuwe decor voor de eerste keer. Het is toch wel een beetje spannend zo. Vooral omdat het natuurlijk dat het anders is dan het de afgelopen 15 jaar en half voor mij is geweest. Omdat we ook geen autocue meer hebben. Omdat we dus eigenlijk meer op een geïmproviseerde manier met de mensen klappen of tegen de mensen klappen. Drie, vier trefwoorden op die autocue staan, zodat je toch wel je draad houdt. Maar de bedoeling is dus wel om eigenlijk altijd Alain Provist tegen de mensen te klappen. Ik denk dat het voor hun moeilijker is in die zin dat een tekst heeft een geweldig houvast. Vertellen wil zeggen dat ze eigenlijk moeten terugvallen op bepaalde structuren. En dat is wat we eigenlijk aanleren bij hun. Een structuur vastleggen op voorhand van wat er precies moet verteld worden. Als je de tekst niet afleest, heb je meer kans op versprekingen. Maar goh, ik denk dat dat in die nieuwe stijl eigenlijk ook niet echt een probleem moet zijn. Omdat het sowieso toch losser gaat zijn. En omdat je dus eigenlijk op een improviserende manier tegen de mensen spreekt. Dus dat is denk ik geen probleem. Ieder zijn één. Goedemiddag allemaal en welkom. Dit is vandaag voor ons een grote dag, want TV1 wordt 1. De spits afbijten, is dat een eer? Ja, ergens wel natuurlijk.